Wij gaan het vandaag hebben over de Piratenpartij. Maar nee, het is niet wat je denkt, want ze gaan ons niet beroven of plunderen. Denk ik. De oprichter van Pirate Bay, hoe heet hij? Van de Piratenpartij. De oprichter van de Piratenpartij is Samir Oli. Te herkennen aan zijn prachtige hoed, want hij is de kapitein van het schip. Hij is ons land binnengevaren in 1968 op 32 december. Ik hoor je wel vragen, wanneer zou je stemmen voor de Piratenpartij? Nou, bijvoorbeeld Sean hier wil gewoon lekker zijn emotiemovie kijken, maar hij heeft geen geld voor Netflix. Dan stem je op de Piratenpartij, want zij houden van illegale films en veel popcorn. Zij willen bijvoorbeeld websites zoals Pirate Bay weer toestaan. Die wij als goede burgers natuurlijk nooit gebruiken. Proxy. Jongens, dat is geniaal. Wiebe, ja. Een proxy. Wat is een proxy, Sean? Voordat wij het gaan hebben over wat een proxy is, even een woordje van ons sponsor. Raid Shadow Legends. Nou, Wiebe, een proxy is een computer die tussen de gebruiker en de website in staat. Zo. De Piratenpartij staat voor twee dingen. Burgerrechten en... De Piratenpartij staat voor één heel belangrijk ding. Vrijheid van informatie. Dat betekent dat je informatie vrij is voor de andere mensen. Dus ook je zoekgeschiedenis. Wat vind je ervan, Sean? Wat? Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 wordt het partijprogramma opgehangen aan vier kernpunten. Inderdaad. Zoals? Burgerrechten. Overheid. Democratie. En vrijheid van informatie. Hoppa! Dus kort samengevat, de Piratenpartij is een partij die bestaat. Dankjewel voor het kijken. Wat een kutvideo.